lieverd. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdag. Donderdag! Normaal begin ik mijn vlog later. Eerder in de week, maandag of dinsdag al. Maar je mag Frozen wel aan laten staan. Ja. Mijn ouders kijken. Elsa kijken. Elsa. Elsa. Sander en Olly zijn Frozen aan het kijken. Maar, oh ja, wat ik wilde zeggen. Normaal begin ik mijn vlog eerder. Dus het wordt een vlog van weinig dagen. Dus ik ga vandaag de hele dag vloggen. Maar ik had mijn vlogcamera bij Suus in de auto laten liggen. En die was net terug. Dus de vlog was ook een dagje te laat. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Ja, wat gaan we vandaag doen? We gaan foto's maken zo. 2, hopelijk 3. Ik weet niet of we het redden met de tijd en het licht. En dan heb ik een facial. Want mijn huid is nog steeds super slecht. Ik ga een nieuwe plek uitproberen in Amsterdam. Dus ik laat jullie wel weten wat ik ervan vind. Als het goed is of niet. Of het goed is of niet. En dan heb ik 2 afspraken 's middags. En voor de rest ga ik thuis een beetje opruimen. En ik ben ongesteld. Too much info. Dus ik voel me een beetje moe vandaag. Dus ik hoop dat ik enigszins kan chillen. That's it. Dit is wat ik aan heb nu. Deze top is van Edited. Die heb ik bij About You gekocht. Ik zal de link even hieronder zetten. En ik heb een vintage Levi's aan. En ja, ik hoop dat het al warm genoeg is voor deze outfits. We zijn weer thuis. Sander en ik hebben foto's genomen. En mijn zus is van school. Hey sister. How's life? Ik ga even naar boven. We're sisters. We're like fighting like sisters now. We gaan zo ons huiswerk doen. En wat gaan we dan doen? Ik ben zo blij dat papa dit niet. Let's go out to dinner. En Sander is working today away. Ik heb wat meetings gedaan. Foto's gemaakt. Ik zal, even, zal ik even de foto laten zien die ik vandaag gemaakt heb? Ja hoor. Aan de lieve volgers, maar ook aan mijn lieve zus. Heb je mijn verhaal gehoord over mijn 8 uur opstaan? Ja, ik hoorde dat ik was wakker. Ik was toen al helemaal in de make-up. Ik dacht de hele ochtend, waar is Bibi? Toen dacht ik, Bibi ja, heeft gewoon bereikt. Ik was in 8 minuten. Oké, dit zijn de eerste foto's. Oké. Mooi. Deze gaan we straks. Het is niet deze, maar dit is de serie. Oh. Oh. Deze? Oh, deze is ook leuk. Kijk, zo spontaan. Het is zo eng. Het is echt eng dit. Heb je nog een foto? Ja, ik heb er nog meer. Ik heb er 3 gemaakt. Ik was heel productief. Deze? Ja, die is leuk. Die vind je zeker leuk? Ja. In een Amerikaanse supermarkt. Oh, ik wil er natuurlijk. Het is alleen zo duur. Het is heel duur. Ik moet echt samenwerken met de winkel. Leuk, hè? Ja, echt leuk. Toen hadden we lekker Cheetos gekocht. Ja. Die ik op heb. Waar is die zak gebleven? Die zit in de zak. Kijk, guys. Hij is helaas op, maar dit verkoop je daar. Dus ik ben echt episch promo aan doen. Het is geen betaalde samenwerking dit. Maar die flaming... Samenwerking met Cheetos. Ja, samenwerking met Cheetos zie ik wel zitten. Okay. En ik heb een pakket van Naked binnen. Which I'm gonna show you guys. En dan ga ik foto's editen zo. Ik ben even naar kantoor geweest. Heb ik ook niet gefilmd. Even gekeken voor wat nieuwe samples en dingen. En dat. Deze die komt dus binnenkort uit. En ik krijg elke dag mails, DM's, vragen alles over de coin necklace. Deze. Want die is out of stock. Trouwens die beepom van Mo. Van Mo, die is ook leuk. Waar is die? Hier. Ja, die coin. Ik hoop dat die morgen terugkomt in stock. Maar het kan even duren. En we hebben dus een nieuwsbrief. Daar kan je voor inschrijven. En dan krijg je als eerste te horen als we back in stock of nieuwe artikelen hebben. Ja. I'm going to unbox it. Ik ben benieuwd wat ik bij Naked allemaal besteld heb. Ik ga het zo even aantrekken. Goeie. We gaan lekker uit eten. Olivia. Ga je mee uit eten? Kom. Jij wil de wc doorspoelen? Ga je mee uit eten? Nee. Waarom niet? Nee, Olivia kijken. Olivia visie kijken? Ja, dat willen we allemaal wel. Wij gaan lekker uit eten met Bibi en Sander. Ik heb even iets makkelijks aangetrokken. Ik ga jullie straks, als Olivia slaapt, even die Naked Hall laten zien. Ben je vandaag naar Artis geweest? Ja. Was het leuk? Naar de uil kijken. Heb je naar de uil gekeken? Ja. Wil je konijntje meenemen uit eten? Ja.
Ga je mee zo? Papa doen? Papa doen? We gaan lekker vlees eten. We houden eigenlijk allemaal niet... Nou, we houden wel van vlees, maar we willen eigenlijk minder vlees eten. Maar ik heb het gevoel dat ik ijzertekort heb, dus we gaan wel vlees eten. Ik heb sowieso honger, jullie ook? Ja, maar wel organisch. Oh, wat ziet er leuk uit, Bibi. Echt superleuk. We zitten in de auto. En we hebben last minute besloten dat we bij George Marina gaan eten. Is zo oud eigenlijk. Kijk. Ollie, wat wil je eten? Pasta. Pasta. Pasta? Oh, dat hebben ze wel. Hele lekkere pasta. Ik zie pasta's. Of wil je een kusje eten? Kijk, oh, zo oud. Heeft Ollie zo oud gedaan? Ja. Ik heb de hele tijd het idee dat ik iets moet doen vanavond en dat ik het vergeet. Ja, hier zijn ze veel huizen aan het bouwen, jongen. Jezus. Zie je dat? Overal, daarom. Overal nieuw huis. We zijn aan het eten bij pompstation uiteindelijk. Maar we zijn hier al 1,5 uur en het eerste voorgerecht is net gekomen. Dus dat was weer de laatste keer. Het is Amsterdam zo moeilijk om een fijne plek te vinden om te eten. We komen dan op tijd. Weet je, we waren om 5:30 hierheen gegaan. Omdat Olivia gewoon... niet te laat kan eten. En dan nu is het gewoon... Nou, nog erger. Het is gewoon 8 uur. We zitten hier gewoon al bijna 2 uur. Nee, we zitten hier onderhoog. Ik kwam hier om 6:30. Echt? Oh. Nou ja, we zitten hier wel bijna 2 uur. Dus dat vind ik best wel erg. Dat je dan gewoon met een klein kind bent. Ja, het is volslagen af. Ja. Je bent hier met een kind, weet je. Ja. Als je personeel bent, weet je. We waren hier ook als eerste, de hele tent was leeg. Realiseer dat dan. Dan denk je van mensen, oké, ik wil er vanaf. Ja. Ja, we hebben hier geen ruimte voor. Ah. Oh, lieverd. Maar deze doet in ieder geval heel erg. Ja. Kusje geven aan papa? We zijn naar de auto, we hebben gereden. Ijsje halen. Ja, we gaan een ijsje halen nu. Ja. Het was niet echt een succes. Het pompstation. Waar we een ijsje gaan halen. Ja. Hier naar rechts. Ook weet dan naar welk jij wilt. Ja. Ja, is goed. Eet smakelijk. Wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan, Olivia? Olivia, is het lekker? Ze wil stug niet van die andere kant eten. Tuurlijk, maar het begrip is voor haar nog onbekend. Het is een beetje one dimensional. Hier zijn echt de drie musketeers nou. We're like sisters. Reality versus. Kijk, we zitten op de zorgkant. Kijk dan. Oké, Olivia, ik ga even vragen. Vind je het lekker? Ja. Lekker? Lekker? Serieus, ik heb net een ijsje op. Dat is met kaneel en gember. Dat vind ik wel een hele toffe combinatie. Alright, bye. Wij zijn weer thuis van ons ijsjes eet. Veel dinner avontuur. En ik wilde jullie de naked spulletjes laten zien. Maar het doet morgen even. Morgenochtend ga ik koffietijd doen. En dan ga ik met Sander iets filmen voor Glamour. En ik ga nu lekker slapen. Ja, ik ga nu lekker slapen. En morgen word ik om 7:00 opgehaald. 7:30. Vroeg. In ieder geval. Dus ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen. Good morning. Het is 8:30 en ik zit met Rachel gezellig in de auto. En wij gaan samen naar koffietijd. We hebben net in de file gestaan. En we hebben allebei extreem veel zin in koffie. Alleen en food. En Rachel was zo slim om zichzelf al enigszins op te vaken. In de steiger gezet. Maar deze vrouw niet. Dus ik hoop dat daar zo nog tijd voor is. Ik heb ook echt nat haar en alles. Het is echt epic veel. Maar goed, we zijn er bijna. Dus het komt goed. Ik ben aangekomen bij koffietijd. Na in de file gestaan te hebben. En we zijn begonnen met mijn haar en make-up. En het is helemaal gezellig, hè?
Heel gezellig. Ja. Dus ik word lekker gebaked en gekeekt. En hoe is het? Ja, heel goed. Ik ben gezellig met je, Rachel en Saar. En we hebben net koffietijd gedaan. En het was heel leuk, hè? Zo gezellig. Het was zo gezellig met de mammies. Ja, het was ook echt heel leuk om naar te kijken, hoor. Kan ik niet meer. Ja? Ja? Echt leuk. Ja, het was echt heel leuk om naar te kijken. Het was gewoon heel gezellig. Een meidenclubje. Ja, het was heel, ik zei dat het was heel fijn dat we het een beetje allemaal dezelfde vibe mammies zijn. Ja, precies. Dus het was... Het was dus chill om te doen. Hetzelfde in. Ja. Er staat kettig op, hoor, op beeld. Kettig. Kijk. Kijk, dat willen we. Ja. Ik ben gezellig even naar Guus gegaan, want die zat vlakbij waar koffietijd was. Dus dat zijn we gezellig doen. Ja, lekker. Dus ik ga hier even lunchen en dan ga ik straks filmen voor Glamour. Jor, ik ben aangekomen bij Glamour. Hi girls. En ik ga met Sander een video hier opnemen. Daarover binnenkort meer. Wij zijn klaar bij Glamour. Was super leuke video. Superleuk. Als die online komt, laat ik het uiteraard weten. En we gaan nu vliegend vlug naar huis. Want ik moet eventjes een paar e-mails versturen. Ik had jullie nog een naked haul beloofd voor deze vlog. Ga ik ook even filmen. En ik moet nog 2 Instagrams maken voor klanten. Dus dat moeten we ook vandaag nog even doen. En dan gaan we even met Olly spelen. Ja, moeten we nog doen. Gaan we met Olly spelen. Misschien kunnen we haar wat eerder halen als we het redden qua tijd. Ja. En dan vanavond. It's karaoke time. Ik heb alleen de laatste tijd echt keel en oorpijn. Dus Ik ga lekker smeren met wodka, schat. Nee, Suus en ik ga niet drinken. We hebben een hele strakke afspraak erover. Serieus? We gaan bloedserieus dat doen. Oh my god. We're like serious. Iedereen zegt ook, denken jij en Suus dat jullie ontdekt gaan worden of zo? Ja, dat zou me niks verbazen over. Nou, Suus was al ontdekt. Suus was al ontdekt. Maar voor jou, ja, jij kan gewoon. Maybe I'll get my big break. Babe, jij kan wel echt heel goed zingen. Dat is wel echt true. En Val gaat ook mee. Hoe is Val? Valentine. Oh, nice. Ja. We gaan met z'n drieën. De dentist. Cool. Maar goed, let's go home. Ik heb je gefilmd. Dit is mijn lievelingsnummer. Jullie stellen zoveel vragen over deze nummers, maar it's not out yet. Let's do the naked haul. Okay, I'm going to start off with my favorite. Dat is deze trui. Er staat een beetje een soort van versleten vintage aqua limonen op. En hij is mega zacht. En kijk, de achterkant is een limoen. En ik vind deze trui echt, het is mijn favoriete. Ik hou echt van die vintage vibe truien. Even kijken. Misschien kan je het zo beter zien. Ik vind deze trui echt amazing. Dus die heb ik aan. En nog een spijkerbroek. Trui heb ik in een medium. Ga ik er even bij zeggen. En deze broek, die vind ik ook heel vet. Een beetje baggy. Die heb ik in een maat 38. Dat vragen jullie altijd. En je krijgt weer, as always, 20% korting met de code NOR20. Ik zal hem hier in beeld zetten en laten staan. Ik zal de linkjes naar alle items individueel hieronder posten. Dat vinden jullie ook altijd fijn. En even denken, wat vragen jullie ook alweer nog meer? Ja, want ik krijg heel vaak DM's of er weer een kortingscode is. Dus bij deze en je kan hem 48 uur gebruiken. Dus ik ga even alles laten zien. Oké, dit is toch the cutest dress ever. Deze jurk is ook echt heel goedkoop. En dit vind ik echt the perfect summer dress. Helemaal met een leuke riem zoals deze. En deze jurk is volgens mij echt in 6 kleuren. En hij kleedt ook af, moet ik zeggen. Wit kleedt niet altijd af, maar deze jurk wel. Superleuk. Dit is het volgende jurkje. Die is echt top voor dit weekend. Een soort van linnen jurkje. Volgens mij hebben ze dit jurkje ook. Maar die was wel bijna uitverkocht, dacht ik. Ze hebben hem in iets van 5-6 kleuren. Met zo'n strik. En ja, zo zit hij dus. En die is top, want het wordt dit weekend heel heet. Dus ik ga deze denk ik dit weekend aandoen. Ik vind die kleurpracht heel erg leuk. En je krijgt 20% korting.
De volgende items is deze trui. Hij is van Rip. Wacht, ik ga even inzoomen. Van Rip, een off-shoulder. Ook deze is in 100.000 kleuren, maar ik draag echt super veel beige en nude. Dus dat vond ik wel een mooie aanvulling. Ik heb natuurlijk al best wel veel van dit soort truien, maar deze kleur heb ik niet iets fris meer. Dus vandaar dat ik deze heb genomen. Ja, ik kan er niet zoveel over zeggen. En deze broek, die zit trouwens echt goed qua model bij mijn figuur. Hij past precies. En die onderkant is geraffeld. Oké, dit is de volgende outfit. Ik had op zich eigenlijk even dit broekje kunnen strijken, maar ik vind deze dus heel leuk. Ik weet wel dat hij ook bijna was uitverkocht. Maar dit is dus een short van satijn. En ik heb al heel veel denim shorts en ik wilde een mooie short hebben. Die zeg maar ook voor chique dingen, voor werk of events kon. Even kijken, zo kan je het stofje goed zien. Dus deze heb ik daarvoor gekocht. En ik hou van dit soort Calvin Klein tanktops voor de zomer. Ook hier krijg je 20% korting op. En die zit hier zo vast met een knoopje. En Bibi komt uit school. Wat is er? Ik heb anderhalf uur lang met haar gesport. Oh my god, dus je bent helemaal kapot. Ik ben echt kapot. Ik moest letterlijk huilen. Echt? Oh. Ik moest 8 minuten lang was ik rondjes leiden van 2 meter. Ik ben zo moe. Oké, kidding. Ik heb het best voor last bewaard. Hoe freaking awesome. Bibi, hoe vet is deze jas? Hij zag er wel leuk uit, alleen hij is aan gewoon veel vetter dan dat hij eruit ziet. Want je kan hem mega strak aantrekken en ik vind het echt vet dat hij sliert hier hangt. Because that is very fashion. Maar je kan hem natuurlijk ook afhalen. En dat die mouwen zo wijd zitten. Dit is echt, dit model is zo ziek. I love it. Dit jasje is echt zo vet. Dit ga ik echt heel vaak dragen. Zo cool. Ik hoop dat jullie deze ook zo leuk vinden als ik. Ik vind dit echt mega vet. Nou, en dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb het gewoon mijn vlogcamera's ingezoomd. Oh ja, dat klopt ook. Ik ga dit jasje even aanhouden. En ik ga bijna naar mijn plaat, Biep. Ja. Zag je het? Ik ook. Nee, je gaat bijna van je stoekie. Nee. That's how they call that. Ja, het is 4 uur. We gaan 5 uur olie halen. Yeah. Are you excited? Ja. Yeah. Wat ga je eten vanavond, denk je? Pizza. Yes. Oh, ik had het ook zo erg niet nodig. Dat is echt niet normaal. Noor, ik heb echt, ja, ik ben zeg maar wel eens moe geweest. Maar ik ben nooit echt zeg maar zo warm en moe. Dat ik gewoon letterlijk op het veld gewoon moest huilen. Oh, ik vind het echt zielig. Ja, ik ook. Wij lopen buiten. Benauwd, hè? Benauwd, ja zeker. We gaan Olivia halen op de crash. Daar hebben we natuurlijk heel veel zin in. Ik vraag me af of iemand op de vlog ook een beetje verslaafd is op onmeer en dan hoopt dat het gaat onmeren en daar dan heel erg van kan genieten. Nee, maar oké, ik ga ik hou echt van regen, dat weet je. Ik ben gek op regen, maar niet van onmeer. Nee, maar ik heb eerlijk, ik ben echt, ik zou een soort stormchaser kunnen worden in een volgend leven. Zo'n gek die met zijn bus, zeg maar, de onweerbuien volgt. Dus ik hoop eigenlijk ook al heel lang dat het in Amsterdam ook een keer gaat onweren. Maar het gebeurt niet, hè? Het ziet er niet naar uit. Mijn voorspelling zegt qua onweer maandag of zo. Weet je wel, echt zo'n gekke. Na die tropische dagen. Sowieso. Het wordt heerlijk weer. Anyways, we gaan olie oppikken. We hebben pizza besteld. Ook al ga ik straks wat eten. Alvast even een beetje ineten. Zoals Monica en ik dat nu maar voor eten noemen we dat. Dus ja. Kijk hoe mooi deze bloemen staan hierbij staan. Sorry, bij die vaas. Heel mooi. Ja, hè? Mooi. Eet smakelijk. Ja, smakelijk. Eet smakelijk, Olivia. Zeg je dan? Eet smakelijk. Goed zo. Oké, we hebben lekker gegeten en ik ga me klaarmaken, want ik ga vanavond de stad in. Wow, dit ligt dus fel. Hier beter. En ik ga de vlog afsluiten. Ik heb maar 2 dagen vlog, best wel kort. Maar ja, ik had wel uitgelegd waarom. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik heb verder nog iets te vertellen. I don't know. Ik ben moe. Ik ga verder met een nieuwe vlog. En ik zie jullie dan woensdag weer.